Vincent, jij organiseert de Dag van de Crypto. Kun je eens uitleggen waarom dat interessant is voor de leden van de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappij? Ja, Felix, dat kan ik inderdaad. Ik ben al een aantal jaren bezig met vooral de achterliggende technologie, de blockchain, zeg maar. Ik organiseer het jaarlijkse Blockchain Innovation Conference. Maar ik ben de laatste tijd ook heel erg bezig met die killer app die er eigenlijk zit, de cryptocurrencies. En dan zijn er twee dingen die interessant zijn. Enerzijds heb je die crypto zelf, maar ook dat er steeds meer funding komt door bedrijven die initial coin offerings. En in plaats dat ze aandelen verkopen, dat ze een munt starten. Nou, wat ga ik nou organiseren? Op 29 en 30 januari in de Rai in Amsterdam organiseer ik de Blockchain Economy Conference. En dat is een Engelstalige conferentie waar allerlei sprekers uit Amerika komen. Die beginnen in San Francisco, die gaan daarna naar Londen toe, die gaan daarna naar Amsterdam toe en die gaan daarna naar Azië toe. En dan zijn er allerlei sprekers die praten over funding en over de ICO's en over de gevolgen daarvan en over de achterliggende blockchain economy voorbeelden. En er gaan ook zeg maar 40 ICO's mee. Dus 40 van de leukste internationale ICO's die komen zich presenteren 10 minuten per stuk. En die kun je daarna ook bezoeken. En dat is zeg maar voor professionele investeerders die kennis willen maken met die blockchain-economie en met de hele investeringsmogelijkheden die er daarbij horen. En de verandering van gewoon kapitaal van aandelen naar die initial coin offerings. En er zijn allerlei investeerders die daar dan ook zeg maar in panels over praten. Dus dat zeg maar is het professionele gedeelte. Daarnaast is er ook nog de dag van de crypto. En dat zijn meer voor investeerders die gewoon willen investeren in cryptocurrencies. Van hoe werkt het nou met cryptocurrencies? Hoe investeer je? Hoe hou je het veilig? Hoe ga je met geavanceerde dingen in? En ik organiseer ook een sessie over wat is het belang van crypto voor de Nederlandse economie. Want je hebt enerzijds is er zo'n ongelofelijke scheiding. Enerzijds die hele financiële wereld zegt dat is allemaal een hype en onzin en tulpenbollen. En aan de andere kant heb je dan ook allemaal mensen die zeggen, nee, ik heb professoren van universiteiten, ik heb de AFM die langskomt, ik heb Jan-Kees de Jager. En die gaat dan praten over, hey, er is ook een belang van die crypto. Het is een vernieuwing, niet alleen maar in de achterkant, maar ook in het financiële stelsel. Dus we gaan ook proberen die discussie naar een hoger niveau te brengen. Dus dat gaat 29 en 30 januari gebeuren in de Rai in Amsterdam. En het congres is vrij klein, 300 mensen kunnen maximaal in de zaal. En die dag van de crypto, dat gaat voor over veel grotere aantallen. En we gaan er ook flink wat aandacht voor vragen. We doen een onderzoek bij Maurice de Hond over wat de Nederlandse bevolking, hoeveel vertrouwen heeft hij nou in dit soort zaken. Hoeveel vertrouwen hebben ze in de euro, in de banken en in de cryptocurrencies. Dus we gaan er echt een beetje een goed begin van het jaar van maken. Maar het professionele gedeelte, wat ik denk voor jullie hartstikke interessant is, dat is echt een goede om kennis te maken met die nieuwe manier van financiering. En dan meteen ook 40 voorbeelden die uit de hele wereld voorbij komen. En laten zien dat die liquiditeit ook best wel groot is. Oké, dat klinkt interessant. Volgens mij moet je erbij zijn. Nou, en in ieder geval, ik zou het leuk vinden om ze uit te nodigen. En ik vind het hartstikke leuk dat jullie mee willen werken. Ik zal ook zorgen dat ze een code hebben, dat ze ook korting krijgen. En, dat ze ook... En het congres is dus 2 dagen. De mensen van die crypto-dag, de dag van de crypto, kunnen niet bij het congres zijn. En dat is ook allemaal inclusief borrel en goed eten en drinken. Ja. En iedereen wordt goed verzorgd. En aan de andere kant, alle mensen die geïnteresseerd zijn, die zeg maar bij het congres zijn, die mogen ook wel naar die dag van de crypto. Als ze ook eens een keer willen zien, hoe moeten ze nou zelf investeren in dat soort zaken. En hoe gaat het nou eigenlijk met die hele crypto-munten. Dus ik zou het heel leuk vinden om een aantal van de mensen die bijvoorbeeld in mijn bedrijven, de gildes, de Holland Ventures, die allemaal in mijn bedrijven hebben geïnvesteerd, om die daar dan ook gewoon te zien. Oké, de laatste keer. Wat was de datum? Maandag en dinsdag, 29 en 30 januari in de Rai in Amsterdam. Oké, dankjewel Vincent.